Eigenlijk wil ik benadrukken dat Suriname bijzondere waarde hecht aan die goede bilaterale relatie met Frankrijk en Frans-Guyana. J'aimerais préciser que le Suriname porte bien une importance à cette rencontre et à notre relation bilatérale, nos relations bilatérales. Goed nabuurschap is daarom dan ook een van de belangrijke uitgangspunten van het buitenlandbeleid van deze regering. Être un bon voisin, pays voisin, c'est la politique. Vandaag hebben we met de Franse autoriteiten de dialoog voortgezet voor veiligheidssamenwerking. We hebben met Frankrijk, zoals u weet, die grens met Frans-Guyana, een hele lange grens. En er zijn wat uitdagingen op die grens. Maar het is voor ons van belang om de dialoog goed te houden. Voor ons is goed nabuurschap als buitenlands beleid is een van de belangrijkste principes van het goed nabuurschap. Dus we willen de dialoog gewoon voortzetten, ondanks de uitdagingen die we eventueel mochten hebben. Maar daarom is de diplomatie er, daarom is de dialoog er. En dat je eigenlijk met elkaar gaat zitten en praten, kijken wat zijn de oplossingen, wat zijn de mogelijke oplossingen waar je zou kunnen komen, waardoor de ontwikkeling van beide landen en beide volkeren ten goede komt. Hoe is de samenwerking tot nu toe geweest? De samenwerking met Frankrijk is altijd heel goed geweest. Natuurlijk zijn er, in elke samenwerking zijn er uitdagingen, toch? Zijn er pijnpunten. En daarom zijn we ook hier om te kijken op welke wijze we die pijnpunten kunnen aanpakken. En dan verder gezamenlijk aan kunnen gaan. En eigenlijk met een gezamenlijk doel. Want het is eigenlijk, we hebben een gezamenlijk doel als Suriname en Frankrijk, zeker bij de grens. Het gaat om onze mensen, het gaat om de ontwikkeling van het land en van de mensen die er zijn. Dus je moet met elkaar blijven praten om te kijken hoe ga je die zaken oplossen. Maar de samenwerking is respectvol met Frankrijk. Alhoewel ik ook zeg dat er af en toe wat pijnpunten zijn. Zijn er nieuwe afspraken voortgevloeid uit deze meeting? In terms of dat we nader tot elkaar zullen komen. We hebben weer focal points aangewezen. Een van de goede zaken is dat we op het gebied van een milieu, de bescherming van het milieu, hebben we ook voorgesteld om een focal point aan te wijzen. Het gaat ook met name om kwikvervuiling, maar gewoon om de bescherming van het milieu, om de flora en fauna en de biodiversiteit. Dus dat alles nemen we mee. We zijn beide lid van het Minamata-verdrag, dat kwik verbiedt, eigenlijk kwikverbod heeft. Dus we willen ook die samenwerking verder op gang brengen. Eigenlijk is deze meeting een vervolgmeeting. We hadden enkele maanden terug hadden we de eerste meeting in Paramaribo. Daarbij zijn er afspraken gemaakt op het stuk van de patrouilles op de rivier. Een stukje veiligheid langs de grens en een informatiedeling. Onder andere er zijn meerdere onderwerpen. Vandaag hebben we de zaken. Zeg maar, we hebben geëvalueerd wat er van de afspraken terecht is gekomen. Op het stuk van de informatiedeling, daar zitten we goed. Er is een focal point van de Franse zijde en aan de Surinaamse zijde. En de informatiedeling komt goed op gang. Wat betreft het veiligheidsaspect, moeten we zeggen dat een gezamenlijke actie van het Nationaal Leger en Korps Politie Suriname erin geresulteerd heeft dat wij zeker een bendelid, en volgens informatie moet hij toch wel een prominente rol hebben gehad in een aantal berovingen waarbij er zelf doden zijn gevallen. Hij heeft intussen ook bekend dat hij betrokken is geweest bij een aantal van deze berovingen. En we merken dat er een relatieve rust is nu, voor wat betreft, althans in het binnenland, wat dat stuk betreft. De bedoeling is dat wij samen met de Fransen gaan kijken hoe wij de zaak kunnen gaan consolideren. We gaan sowieso starten met de patrouilles, wederom, om te kijken, sowieso het personenverkeer in de gaten houden, illegale.
En daar waar er moet worden opgetreden, waar er illegale activiteiten plaatsvinden, zal dat dan ook gebeuren. We zullen er wel voor waken dat wij niet dezelfde situatie krijgen als welke we hebben gehad in het verleden, waarbij eigendommen van mensen worden vernield. Dus dat zal absoluut niet gebeuren. En we maken ons sowieso sterk om de grenzen veilig te houden, ergens op dat gebied. En dat dan samen met de Fransen.